De oorlog in Oekraïne lijkt een strijd van de lange adem te worden, nu die al 5 maanden voortduurt. Grote ontwikkelingen zijn er nauwelijks en over en weer worden wat speldenprikjes uitgedeeld. Oud-commandant der landstrijdkrachten, Mart de Kruif. Meneer de Kruif, als we het hebben over de frontlinie, waar vinden nu de belangrijkste gevechten plaats? Eigenlijk op 2 plekken. We zien dat in de Donbass, zeg maar 1 kilometer of 30 ten oosten van Slovjansk en Kramatorsk, waar de eerste Oekraïnse verdedigingslinies liggen, daar zijn de Russen nu wat aanvallen aan het doen. Komen daar trouwens niet erg ver mee. En daarnaast zien we gevechten in de buurt helemaal in het zuiden, bij Gerson, waar Oekraïners hebben gezegd dat ze daar beginnen met een tegenaanval. Daar wint Oekraïne langzaam maar zeker toch enige terrein. En die zijn wel met elkaar verbonden, deze twee. Want verlies van Gerson zou voor de Russen heel vervelend zijn. Zowel symbolisch als ook eigenlijk de enige plek waar ze west van de Dnieper zitten. En dus gaan ze ook troepen waarschijnlijk van de Donbass naar Gerson sturen. En delen van de logistiek naar Gerson sturen. Dat vinden ze niet zo leuk. Nee, hoe kan het nou dat het allemaal zo traag gaat? Nou, het heeft met 2 dingen te maken. Een beetje de tactiek van de Russen. Daar zit heel weinig snelheid in. Die gebruiken echt zeg maar een soort vuurwals waarmee ze langzaam naar voren gaan. En het tweede is dat je ziet dat de logistiek, dus de bevoorrading, het herstel aan beide kanten toch wel een probleem aan het worden is. De Russen hebben een probleem met mensen. Dus ze zijn door heel Rusland heen zogenaamde vrijwilligersbataljons aan het werven, omdat ze niet kunnen mobiliseren. Dus geven ze de provincie opdracht om zeg maar een eenheid van 800 man te gaan leveren. Ze hebben ook problemen met de logistiek, het onderhoud. Als jij kanon bijvoorbeeld heel vaak schiet, dan ben jij uit de granaten op een gegeven moment. Die kun je niet meer aanvoeren. Wordt ook nog eens een keer stuk geschoten door de Oekraïners, die depots. En zo'n buis van zo'n kanon moet je af en toe een keertje wisselen. Geldt ook voor de Oekraïners, geldt net zo. Dus eigenlijk zijn beide partijen lopen ze een beetje uit hun stoom, omdat de logistiek wel grenzen stelt aan wat ze kunnen doen. Ja, nou is het dan misschien in die trant wel opvallend dat de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, heeft gezegd dat de doelen van Rusland niet meer worden beperkt tot Oost-Oekraïne. Dat is dan toch gek als dat allemaal meespeelt? Ja, dat is me echt onder het hoofdstukje propaganda. Want de kans dat ze echt verder komen dan überhaupt delen van het Donbass kunnen nemen is heel, heel erg klein. Je ziet dat Rusland niet alleen met mensen problemen hebben, maar ook het materieel dat ze nu inzetten is toch wat ouder materieel wat ze het heel Rusland kunnen halen. Dus ik zie dit als een beetje propaganda van wij houden het nog vol en we kunnen nog veel meer. Niet zo geloofwaardig als je kijkt naar toestand op de grond. Nee, maar waarom doet hij dan die uitspraak? Waarom dan die propaganda op dit moment? Nou, dat is voor de buitenwereld, hè, om te laten zien dat ze nog kunnen doorgaan, dat ze nog reserves zat hebben. Het zal ongetwijfeld ook voor eigen volk zijn om te laten zien dat ze succes hebben. Ja, precies. Nou zegt Oekraïne dan weer dat ze nog meer wapens ook willen hebben. Is het dan ook zo dat hoe meer wapens het Westen levert, hoe meer Rusland van zich af moet slaan? Jazeker, zeker als het gaat kantelen. Hè, dat die wapens die het Westen nu levert, daar hebben de Russen last van. Met name die wapendepots van de Russen die in de diepte liggen, wordt nu geraakt door de artillerie en de kanonnen die het Westen heeft geleverd aan Oekraïne en die heel ver schieten. Zeg maar 40 tot 80 kilometer. Die wapens had Oekraïne niet, hebben ze nu wel. En als er meer komen, dan zie je heel langzaam dat het gevecht toch een beetje gaat kantelen en ook Oekraïne offensieve acties gaat uitvoeren, zoals nu bij Gerson. En dan, dat is natuurlijk niet wat de Russen willen. Nee. Ze hadden niet bereikt wat ze willen bereiken. Heel Oekraïne, de hele kust. En dan gaat ook maar een vraagteken worden of ze die hele Donbass nog kunnen veroveren. Ja, dan was er ook nog een opvallende uitspraak van de Oekraïense minister van Defensie, Reznikov. Hij had opgeroepen leveranciers wapens te komen testen op Russen. Lijkt me toch ook niet helemaal... Nee. Ook dat is een uitspraak die niet duidt op zeg maar 2000 jaar cultuur en beschaving. Maar in een oorlog krijg je gewoon dit soort dingen. Als je al bijna 3-4 maanden in oorlog bent en beide kanten zijn uitgeput en soms ook wanhopig, zeker in geval van de Russen, dan ga je dit soort dingen roepen. Ja, nou hebben de Oekraïners wel een belangrijke brug aangevallen in Gerson. Dat is ook een flinke tegenvaller, want die bevoorrading en terugtrekken, dat wordt dan wel weer moeilijker, hè, voor de Russen. Ja, wat de Oekraïners heel slim doen, is dat ze niet wachten in de Donbass tot de Russen komen, maar ze hebben het initiatief gegrepen en zijn Gerson gaan aanvallen. Daarom moeten de Russen middelen derouteren van de Donbass daarheen. En zeker als de Oekraïners dan nog eens een keer een succes hebben ook,
zullen nog meer Russische troepen naar Gerson moeten. Ja. Kijk, dat is een hele strakke actie, want daarmee maak je de Russen minder sterker waar ze het zwaartepunt willen hebben. En dat is tot de Donbass. Tot slot, Poetin is in Teheran om te praten met de leiders van Turkije en Iran. Erdogan, dat was wel opvallend, die liet Poetin daar bijna een minuut, geloof 50 seconden wachten. Komt dit nou provocerend over bij Poetin en hoe wordt het dan opgepakt door de Russen? Nou ja, mijn ervaring met missies in Bosnië en Afghanistan is dat autoriteiten, naarmate landen meer naar het oosten liggen, vinden het volkomen normaal om even te laten wachten. Dat is namelijk een teken van macht en autoriteit. Ja. Dus daar heeft hij niet zoveel haar aan in dit geval. Ja, dus Erdogan wilde gewoon even laten zien, ik sta ook in mijn macht. Dat hij de man is. Precies, ja. Oud-commandant Nederlandse strijdkrachten, Marten Kruijf, voor nu, dankjewel.